Omroep Peelhoop TV. De omroep voor gemeente Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Politiek aan het woord. Politiek aan het woord. We zijn er weer. Vandaag de gast, onze wethouder. Bouwzaken, zal ik het zo maar even zeggen. Bouwprojecten zitten in jouw portefeuille. Ron van den Bergmortel, Ron, van harte welkom. Bouwprojecten Laarbeek. Dat is een mooi onderwerp, denk ik. Want er gebeurt nogal wat in het dorp. Zeker. In heel Laarbeek. En dan hebben we vier kernen. Hè? Lieshout, Mariehout, Aderiksel, Beek en Donk. Het lijkt wel of we er vijf hebben. Hè? Beek en Donk. Maar goed. En dan gaan we maar even een rondje doen. Lijkt mij het mooiste dat we even beginnen in Mariehout. Daar hebben we twee dingetjes op projectbasis bezig, denk ik. Hè? Eén daarvan is Slaats. Zeg maar. De vroegere café Sjor Slaats. Of de Wok. Ja, en de Wok. Ja. Hoe is de stand van zaken daar? Het dak gaat eraf, letterlijk en figuurlijk. Oh, okay. Er is begonnen met sloopwerkzaamheden. En nu, toevallig ben ik er afgelopen woensdag nog voorbij gekomen. En toen waren ze net het dak aan het slopen. Ja, echt dak eraf, dus, ja. Het dak gaat er letterlijk af. En dat wordt nu dus helemaal gesloopt, alles wat er nu staat, de oude panden. En dan leveren wij dadelijk als bouwrijp perceel eigenlijk aan de ontwikkelaar. En die gaat er dan de Spar, gemakswinkel en 35 appartementen neerzetten. Jij zegt wij slopen daar en iemand anders gaat daar bouwen. Hebben jullie dat destijds gekocht als gemeente zijn? Zeg ja, maar. We hebben als gemeente hebben wij nummer 22 en 20 gekocht. Dus dat is de Wok en Café Slaats. Ja. En dan hebben we ook nog nummer 18 erbij gekocht. Dat is een stukje parkeerruimte terrein eigenlijk. Parkeerveld, ja. Dus dat hebben we drie percelen naast elkaar samengepakt. Hmm. Dan hebben we een openbare verkoopprocedure doorlopen. Omdat als één soort uitvraag eigenlijk hebben we dat in de markt gezet. Ja, ja. Moeten? Ja, als gemeente moeten we dat. Ja, ja. Ja. Noemen we dat een Europese aanbesteding? Of blijft dat binnen de regio? Het is eigenlijk een openbare verkoopprocedure. Ja, ja. Het is niet per se een aanbesteding. We hebben eigenlijk de grond verkocht. Oké. Okay. Maar die moeten we dus. Er zijn meerdere gegadigden. Ja. Want er zijn natuurlijk meerdere ontwikkelaars die dat graag zouden willen doen. Dus dan moeten we dat openbaar verkopen, openbaar aanbieden. Nou, er waren vijf ontwikkelaars die zeiden: hey, dat wil ik wel doen. Die hebben ingeschreven. Daarvan hebben we er vier op gesprek gehad en eentje heeft gewonnen. Ja. Cederus Vastgoed, niet onbekend in Laarbeek. Ja. En die gaat daar de Spargemakswinkel met 35 appartementen bouwen. Oh, mooi, mooi. Ja. Wanneer gaat de bouw beginnen? Enig idee? Dat is natuurlijk nog wel even afhankelijk van de vergunningen voor de bouw. Sloop zijn we nu natuurlijk al dus mee bezig. Dan is hij dadelijk, wordt hij bouwrijp gemaakt, dus dat je aan de slag kunt met bouwen. En dan gaat die van de gemeente naar de ontwikkelaar. Ja, ja. En die gaat dan dus bouwen. Ja, ja. Dus, maar dat kan best wel snel gaan. Okay. Slaats, volop in beweging. Dan gaan we snel even naar de andere kant van de straat. De Pelgrim. Ja. Hoe is de stand van zaken daar? Ook daar zit toch Cederus in, volgens mij? Ja, dat is dezelfde ontwikkelaar. Dus dat is mooi dat hij aan beide kanten van de straat bezig is. De gemeenteraad heeft dat bestemmingsplan vastgesteld. Nadat het is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het gepubliceerd. Dat is eigenlijk officieel bekendgemaakt. Ja. En dan ligt het nog 6 weken ter inzage. Dan kunnen mensen eventueel bezwaar maken als ze dat wensen. Dus dat loopt nu die periode. Ja. Ja. En als er geen bezwaren worden ingediend, dan wordt het onherroepelijk. En dan kan er dus gestart worden met de werkzaamheden. Want wel mooi, wij weten toevallig dat bijvoorbeeld bezwaren de tijd tegen kan houden. Hè? Als we kijken naar Maltese Hoeve, Aalrichtel. Ja. Maar dan gaan we van Mariehout even naar Aalrichtel. Dat was ook keurig in ontwikkeling, maar dan komt er een bezwaar. En dan? Wat gebeurt er dan allemaal? Als er een bezwaar wordt gemaakt, dan heeft er dus iemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken. Vaak wordt er eerst een zienswijze ingediend. Ja. Want hoe het werkt met een bestemmingsplan is, je hebt een ontwerpbestemmingsplan. Dus dat is nog niet het definitieve bestemmingsplan, maar het ontwerpbestemmingsplan. Mm-hmm. Dat wordt gepubliceerd. Dan kunnen mensen een zienswijze indienen. Dan worden al die zienswijzen worden allemaal bekeken. Komt een reactienota eigenlijk, een responsnota. En dan wordt het plan eventueel ook nog aangepast als er aanleiding toe is. En dan gaat het naar de gemeenteraad. En die stelt dan uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Dat is het bestemmingsplan. Ja. En dan gaat het weer 6 weken, wordt het dus gepubliceerd en dan gaat het weer 6 weken ter inzage. En dan kunnen mensen bezwaar maken. Als ze dan nog steeds niet eens zijn met het bestemmingsplan. Ja.
Dan heb je in principe de commissie bezwaarschriften. Er is een commissie die, als er een bezwaar komt, die beoordeelt dat bezwaar en die geeft een onafhankelijk advies aan de gemeente, aan het college, van wat zou je moeten doen met het advies en is het gegrond of niet. Meestal proberen wij dat advies ook op te volgen. Hè. Soms kan het zijn van, je moet de motivering moet je wat beter doen of je moet dit of dat. Soms zeggen ze ook van, het is geen goed bezwaar, hè. Het is niet geen goed bezwaar. En dan heb je natuurlijk nog de escalatieladder en dan eindig je bij de Raad van State. Ja, en dan zijn we 7 jaar verder. En dan, 7 jaar is wel extreem, in een gemiddeld geval, als je kijkt naar wat procedures de laatste tijd, dan heb je het al gauw over 1 of 2 jaar vertraging. Ja, moet je kijken. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend zonde, want we willen graag bouwen. Ja. En als je dan 1 of 2 jaar moet gaan wachten op een uitspraak, dat wordt niet meer. Ja, bij het wachttijd, zeg maar. Hè. We kennen hier in Beekendonk even het verhaal van de uil. Hè? Ja, ook een goed voorbeeld. Jaren geduurd en vervolgens zijn die bouwprijzen gigantisch gestegen en lopen mensen toch tegen de muren aan van toen kon ik het wel, nu niet. Hè. Monsieur Verhaagstraat, ook een goed voorbeeld. Ja, ook al zoiets. Goed, dus dat is volop in beweging, de Malteser hoeve. Ik hoop dat, want in principe is het een aangelegenheid tussen de ontwikkelaar en de bezwaarmaker. Ja. Bestemmingsplan is natuurlijk van de gemeente, dus wij zijn er ook bij betrokken. En ik hoop dat we daar wel samen uitkomen. Ja. Want het zou zonde zijn als dat nog lang gaat duren. Ja. Hey, ander project, Aderikstel, de klokgieterij. Ja. Er gebeurt van alles. Als je er langs fietst of loopt of wandelt. Als je over de Kanaaldijk komt en je kijkt naar de klokgieterij, dan zie je dat er van alles gebeurt. Ja. Er is heel veel bossage en zo is er verwijderd. Hm. Dus nu is het vooral heel erg veel zand. Ja. En er wordt nu momenteel nog het een en ander opgeruimd. En er moet gesaneerd worden. De bodem moet gesaneerd worden. Ja, er zijn vroeger natuurlijk altijd klokken gemaakt. Dat gebeurde met allerlei metalen noem het maar op. Ja, er zal wel spullen in de grond zitten, denk ik. Ja, dus dat moet gesaneerd worden. En aangezien dat een heel oud stukje Aderikstel is, moet dat ook onder archeologische begeleiding. Mm-hmm. Dus het voortraject, dat kost wat tijd. Maar dat loopt nu allemaal. Ja. En als dat dadelijk klaar is, dan wordt het dus voor zover nodig bouwrijp gemaakt. En dan kan de bouw beginnen volgend jaar. Ook daar nieuwbouw binnen het dorp. He? Ja, zeker. Ja. Hey, Beekendonk. Riehout, Aderikstel, Beekendonk. Wel mooi. Beekendonk, we zijn een aantal projecten aan de gang. Hè? We zien hier de tapperij, zeg maar. Ja. Volop in beweging. Ja, dat gaat ook snel. Ja. 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 Een paar weken terug waren ze aan het slopen en nou... Staat de eerste verdieping, die stond er al. En ja, het gaat wel snel. Hoeveel appartementen komen daar of woonunit? De tapperij, dat zijn 6 appartementen. Oké. Okay. Ja. Dus dan is het belangrijk dat wij appartementen bouwen? Zeker, ja. Want als we dan verder gaan naar Beekendonk, zal ik maar even zeggen, Heuvelse Velden. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Een grote plak grond. 65 woningen komen erop. Maar er is ook ruimte voor ruimte. Hè? Grote kavels die daar verkocht kan worden aan mensen. Prima, vindt prima. Klopt, een deel. Maar, ja. Maar ik denk, het is toch ook zo belangrijk dat wij de grond goed gebruiken voor meerdere huizen te bouwen. Want we komen toch, we zitten toch echt in de woningnood. Ja, dat klopt. Voor een deel klopt dat inderdaad. Want wat je zegt, Heuvelse Velden zijn 65 woningen. En daarvan zijn er 24 zijn zelfbouwkavels. Dus dat zijn grotere kavels waar dan één vrijstaand huis vaak op komt. Mm-hmm. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien tegenstrijdig. Hè, van waarom zou je daar één groot huis bouwen als je er ook 2 of 3 kleinere huizen kunt bouwen? Nou is het wel belangrijk om te noemen dat al die grote kavels liggen vooral aan de rand van de bebouwde kom, aan de rand van het plangebied. Dus daar heb je natuurlijk het buitengebied en de goorloop. Ja. En dan wil je ook niet te veel volbouwen en dichtbouwen. Hè? Dan wil je ook een beetje open houden. Maar wat ook heel belangrijk is, en je noemde dat eigenlijk net al bij die appartementen. Je moet natuurlijk kijken naar wat is er nodig qua woningen. Hè? Waar is behoefte aan? Nou, we weten dat er heel veel starters zijn die geen huis kunnen vinden, die vastzitten. En we weten dat er heel veel mensen zijn die niet kunnen doorstromen. En ook dat er heel veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen. Okay. En kleinere woningen. Dus we hebben zeg maar aan het begin van de hele woningbouwketting hebben we een probleem. En aan het einde.
En als je alleen aan het begin zou bouwen, dus stel dat we alleen maar starterswoningen bouwen, dan lossen we wel iets op voor die starters, hè, want die kunnen in die starterswoning gaan wonen. Maar voor de rest gebeurt er eigenlijk niks in die hele keten van woningen. Okay. Want normaal gesproken dan koop je een kleine tussenwoning of een appartementje. En dan ga je naar een grotere woning, hè, een tweekapper, misschien zelfs naar een vrijstaande woning. En elke keer is dat een verhuisbeweging. Ja. En dan laat je jouw oude huis achter, hè, dat verkoop je, kan je anders gaan wonen. Ja. En jij gaat naar het volgende huis. Dus als je aan het begin van de keten bouwt, alleen maar een starterswoning, ja, dan heb je eigenlijk maar één verhuizing. Ja. Terwijl als je aan het einde van de keten bouwt, dus een vrijstaande woning of een levensloopbestendige woning, dan krijg je dus veel meer verhuisbewegingen. Okay. Want iemand gaat van de tweekapper in die vrijstaande woning, van een rijwoning in de tweekapper, van een appartement in de rijwoning, en dan kan er een nieuwe starter in dat appartement of in de rijwoning. Ja. En dat blijkt ook uit alle onderzoeken, hè, dat dat ook daadwerkelijk zo werkt. Ja. Dus het klinkt misschien tegenstrijdig, hey, we bouwen grote vrijstaande huizen of duurdere woningen, maar uiteindelijk levert dat wel meer verhuizingen en woonruimte op. Maar dan heb je ook het voordeel, want er staat ook dat er in 5,5 hectare groen of natuur komt, zeg maar. Ja, ja, klopt. Dat dit moet allemaal gemaakt worden of hoe werkt dit dan? Ja, dit zijn dus ruimte voor ruimte kavels. Hè. Het is een project van de gemeente samen met Ruimte voor Ruimte. Ruimte voor Ruimte is een ontwikkelmaatschappij. Geen commerciële ontwikkelaar, maar die zijn gelieerd aan de provincie. Dus eigenlijk een beetje semi-overheid. Hè. Ja, ja. En Ruimte voor Ruimte is in het leven geroepen, omdat in Brabant hadden we natuurlijk heel veel, of hebben we heel veel stallen, maar we hadden ook heel veel oude stallen. En met die Ruimte voor Ruimte regeling konden ze eigenlijk geld genereren door woningbouwkavels uit te geven. En met de opbrengst van die kavels werden dan oude stallen gesloopt en werden er fosfaatrechten uit de veehouderijmarkt gehaald. Dus eigenlijk is dat natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Als er ergens een ruimte voor ruimte titel landt, dus er wordt een ruimte voor ruimte zelfbouwkavel verkocht, dan gaat er een deel van het geld naar de gemeente. Dan krijgt de gemeente om bijvoorbeeld kwaliteit van het buitengebied te verbeteren of andere mooie, gewoon goede projecten, leefbaarheidsprojecten, maatschappelijke projecten te betalen. En een deel van het geld gaat dus terug naar de provincie voor al die stallen die zijn gesloopt. Nou ja. En daarmee wordt het sommetje ook rondgerekend. Ja. Nou, in het project hebben we in totaal 65 woningen. 24 zijn dus zelfbouwkavels van ruimte voor ruimte. En de rest worden gewoon rijwoningen en tweekappers, noem maar op. Naast die 65 woningen komt er dus ook 5,5 hectare natuur. Het ligt langs de Goorloop, het Beekdal van de Goorloop. En als je 5,5 hectare natuur, is natuurlijk super mooi dat we dat kunnen toevoegen. Ja. Maar ja, dat moet natuurlijk ook betaald worden, want dat kost natuurlijk geld. Ja, ja, ja. En juist door dat project kunnen we dat ook betalen. Hm, mooi. Ja, dus dat wordt eigenlijk een hele mooie, mooie wijk, ja, denk ik. Denk het ook. Zit op zich. Het idee is al natuurlijk heel mooi, toch? Absoluut. Hebben we het gehad in Beken dan? Ja, we hebben nog Smalleweg en een Michelpleintje met volop in de ontwikkeling, denk ik. Leonardusplein. Ja, Leonardusplein, Michelplein wordt flink gebouwd. Ja. Lieshout. Lieshout. Ja, een verhaal apart, denk ik, rondom de heuvel. Ja, ja, toevallig hebben we gisteren de begroting behandeld in de gemeenteraad. Okay. En toen is het ook nog even over Alrikstol en over Lieshout gegaan. En de centrumontwikkeling is ook door diverse partijen genoemd in hun beschouwingen van de begroting. Misschien is het wel goed om even te noemen. We hebben daar als gemeente zijn we de laatste hand eigenlijk aan het leggen aan de stukken voor het raadsvoorstel. Dus wij hopen in december of januari een bijeenkomst te organiseren in Lieshout voor inwoners en ook voor de raadsleden om de plannen te presenteren. En dan hopen wij eind eerste kwartaal 2025, dus maart. Ja, ja, maart. Hopen we met een raadsvoorstel bij de gemeenteraad te staan. Oké. Okay. Dus dan kan er een besluit genomen worden en dan kunnen we hopelijk aan de slag. Ja, want Jumbo? Ja, dat gaat dus over een supermarkt, dat gaat over horeca, dat gaat over woningen. Ja. Dus dat gaat over het plein zelf, de heuvel, de openbare ruimte. Dus het is een flinke, ik denk een van de grootste projecten die we in Laarbeek hebben. Ja, ja. Hele kluif nog. Ja, er is wel veel tijd in gaan zitten om dat allemaal te regelen. Ja, net. Maar goed. Maar het gaat ook wel ergens over. Ja. En zeker, het is natuurlijk het hart van Lieshout.
Het gaat over supermarkt, het gaat over huis, het gaat over horeca, het gaat over het plein. En dan moet je natuurlijk weer de komende 40, 50 jaar mee vooruit. Ja. Dus, goed over nadenken. Dan moet je goed over nadenken. En liever één keer goed dan twee keer half. Ja, net. Ja. Want dan kost het dubbel geld. En dat ook. En ontevreden mensen, dat moeten we niet hebben. Hè? Toch? Nee, dat willen we niet. Helaas, we zijn alweer op het eind van onze kwartiertje Politiek aan het Woord. Met vandaag de gast Ron van den Bergmortel. En we hebben het gehad over woningbouwprojecten binnen Laarbeek. We hebben eigenlijk elke kern gehad. Zijn we nog iets vergeten? Nee. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal projecten waar nu iets gebeurt. We zijn natuurlijk elke dag ook aan het kijken naar nieuwe projecten. Ja. Specifiek ook in Alrikstel en Lieshout. Hmm. Waar we in het verleden ook relatief weinig plannen hebben gehad. Ja. En ik denk dat het ook daar lukt om nieuwe plannen te bedenken. Ja, mooi. Dus, komt goed. Mooi. De ontwikkelingen gaan snel. Er wordt overal gebouwd en we zien overal nieuwbouw verschijnen, gelukkig. Hè. Ja, wat je zegt, gelukkig. De woningnood die was er natuurlijk al. En dat zagen we de afgelopen jaren groter worden. Ja. En het is wel fijn om nu te zien dat er ook daadwerkelijk woningen worden gebouwd en worden opgeleverd. Ja. Want dat was ook nodig. Praten is mooi, maar als het werkelijkheid wordt, dan is het helemaal super. Ja, zeker. Zo, lieve mensen. Eind van de Latijn. Kijk goed om je heen. Er wordt overal gebouwd. Hè. Het wordt weer mooier, denk ik, in Laarbeek. In ieder geval voor mensen die zelfstandig willen wonen, komt er ruimte. En dat is belangrijk. We gaan afscheid nemen. Ron, dankjewel voor de toelichting op de woningbouwprojecten. En lieve mensen, bedankt voor het kijken. Fijn weekend, fijne week en tot volgende keer. Omroep Peelrand TV. De omroep voor gemeente Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel. Politiek aan het woord.